steen, asfalt en in de verte de blauwe kleuren van de Alboranzee. Hier in de Spaanse Sierra Nevada legt Koen de Kort met zijn ploeg de basis voor de Tour de France. Ver weg van alle afleidingen. We zitten op ruim 2300 meter hoogte. En, ja, training gaat goed. Je kunt hier eigenlijk weinig anders dan trainen, eten en rusten. En dat is eigenlijk natuurlijk de beste voorbereiding. Geen afleiding. Voor de klimgeiten uit het peloton zijn hoogtestages de normaalste zaak van de wereld. Voor de renners die zich op de sprint toeleggen ligt trainen in deze ijle lucht minder voor de hand. Wat doet een sprintersploeg in de Spaanse bergen? Ik heb zelf altijd al wel veel in hoogte tent geslapen. En dat heeft voor mij altijd al wel veel profijt gebracht. Daarvoor vond ik me altijd wel nog wat sterker, wat beter. En dat kan ik natuurlijk sowieso al heel goed gebruiken. En hierbij train ik dan hier ook met die sprinters, met Marcel en met John. De renner uit Liemde vormt een belangrijke schakel in de sprinttrein van de Duitser Marcel Kittel. In de Tour van 2014 won zijn ploeg maar liefst 4 sprintetappes dankzij de snelle Kittel. Maar de Duitser verkeert dit jaar in een vormcrisis. Marcel die heeft een beetje een ongelukkig jaar gehad tot nu toe. Maar we trainen hier weer met hem en hij moet gewoon zorgen dat hij in voldoende vorm is voor de Tour. Dat hij ook echt fris aan de sprint kan beginnen. Maar die jongen heeft zoveel talent. Ik ben ervan overtuigd dat hem dat gaat lukken. De Tour de France trapt op 4 juli af met een individuele tijdrit in Utrecht. Een dag later vertrekt het peloton richting Neeltje Jans. Dan weten we ook of deze hoogtestage Giant heeft geholpen en of Koen de Kort een ijsje verdient.